achter me zie je het gemeentehuis waar ik 2 periodes wethouder heb mogen zijn. Ik heb eigenlijk ook een hele traditionele opbouw. Hè? Ik ben fractiemedewerker geweest, raadslid, wethouder en dan nu burgemeester. Ja. Hier woon ik, Hans Broekhuizen. Ik woon hier samen met mijn dochter van 3 en mijn vrouw Rikst en onze hond. Nou, dit is Suzy, die is 4 jaar, maar ze gedraagt zich als een puppy. Het groene en met de hond naar buiten en de rust, dat vind je zeker ook in Twenterand. En dat is natuurlijk ook wat me heel erg aanspreekt in Twenterand. In de sportschool hier, die vlakbij is, daar boks ik. Dus dat heb ik af en toe nodig. En dat, ja, daar heb ik heel veel plezier in. Eerst gaat dit huis te koop. En vervolgens gaan we verder zoeken in Twenterand naar een mooi huis. En dan kunnen we de oversteek maken. Nou, van mijn moeder nog, wat neven en nichten, die wonen in en rondom Wieren. Dan weet je dat wel, wij komen wel uit Wieren, maar daarvoor kwamen we uit Den Haag. Kijk, ik kom hier op de Brink. Ik begreep dat het ook allemaal redelijk nieuw is met de goede restaurants die ze hier hebben. Nou, ik ben wel benieuwd naar het punt, theater in Vroomshoop. Zullen we eens kijken. En wat is het punt? Dat is een bibliotheek, dat is theater. Sporthal. Sporthal zit erbij. Vluchtelingenwerk zit hier in Zorgzaam Twenterand. Oh ja, mooi. Ja. Hoeveel stoelen heb je? 246. Oh, mooi, verrassend. Dit wist ik niet dat we dit hebben. Nee, dat is hartstikke leuk. Nou ja, voor ons is het natuurlijk ook een beetje zoeken dadelijk waar we willen wonen. Elk dorp heeft zijn eigen charme. Ik had Van Smeltkappers al een uitnodiging om een keer langs te komen. Oh ja, kijk, we hebben opnieuw een brede school. Dat is hier in Twenterand wel goed geregeld. Overal mooie scholen. Dat vind ik altijd wel heel mooi. Een beetje geschiedenis van je eigen omgeving, waar je vandaan komt. Als je opa en oma hebben die daar die textielnijverheid nog gewerkt. Het zal ongetwijfeld zo zijn, ook voor veel Twenteranders. Officieel welkom in Twenterand. Dank u wel. Prachtig dat jullie er zijn. Ben je er klaar voor, Hans? Ik ben er helemaal klaar voor. Een hartelijk applaus voor onze gasten van vanmiddag. Zo waarlijk, helpen mij God almachtig. Geweldig. Daarmee ben jij, Hans, als burgemeester van Twenterand officieel beëdigd. En ik feliciteer jou en ik feliciteer de gemeente met uw nieuwe burgemeester, Hans Broekhuizen. Een warm applaus. Beste inwoners van Twenterand, het is nu officieel. Ik ben uw burgemeester. Ik ben er ontzettend trots op. En het is ook een hele eer om dat te mogen zijn. En ik zie er ook naar uit om u straks te mogen ontmoeten.